Erik Gudde, directeur van Feyenoord. 80 jaar in het huis waar jullie wonen. Is het een dingetje of een gewone maandag? Nee, dat is toch wel speciaal. Zeker als je hier nu weer staat. Ik bedoel, 80 jaar is natuurlijk sowieso een zeer respectabele leeftijd. Ja, en het gaat natuurlijk het gaat wel over een stadion en niet zomaar een stadion. Is Feyenoord magisch door de Kuip? Of is de Kuip magisch door Feyenoord? Nou, ik denk een wisselwerking met elkaar. Als je de historie leest hoe dit gegroeid is en hoe dit stadion, wat hier allemaal gebeurd is. Dan denk ik dat het enorm veel met elkaar te maken heeft. Wat is jouw mooiste moment? Dat vind ik zo moeilijk. Iedereen heeft natuurlijk zijn eerste moment gehad. Dat was voor mij 20 december 1964. Dat ik met een oudere neef voor het eerst naar het Feyenoordstadion mocht. Feyenoord PSV 1-0. Hans Venneke. Nou, dat heeft zo'n waanzinnig indruk op als je dan 11 jaar bent op je gehad. Ja, Feyenoord Twente, het kampioenschap 74 was ik bij. Feyenoord NAC 99, die 2-2 was ik bij. Maar ik vond Feyenoord Juventus, zat ik daar als supporter. Die elektrische sfeer die in het stadion hing. Feyenoord Dortmund, de UEFA Cup winst. Ja, en dat was dan als fan en als directeur. Feyenoord Sevilla vond ik à la Feyenoord Juventus. Feyenoord Ajax met 3 keer Guidetti in 2012. Ja, dat was ook zo'n... We hadden Brian Marwood van Manchester City hadden we op bezoek. Die zei van ja, deze sfeer is veel beter dan in de FA Cup finale. Ja, dat zegt wel wat, denk ik. Dus ik vind het heel moeilijk om uit al die momenten het mooiste te maken. Ze zijn allemaal in het geheugen gegrift. En al die momenten hebben één ding gemeen. De Kuip danste. Ja, dat was met Feyenoord Sevilla en Feyenoord Ajax. Bij Feyenoord Sevilla de memorabele moment dat een journalist van Sevilla het pand uitliepen. Want die dachten dat het in zou storten. En met Feyenoord Ajax ook, dat Brian Marwood zei, joh, dat gaat helemaal heen en weer. Ik zei, ja, dat klopt. En dat voel je dan ook werkelijk. Dat was, dat wonnen we na zoveel tijd eindelijk weer van Ajax. In een fantastische wedstrijd. Dus ja, dat zijn hele mooie momenten. Is dat ook iets wat jullie gebruiken in contractonderhandelingen met spelers? Die magie van de Kuip? Nou, kijk, je wijst er wel altijd op en wij hebben die onderhandelingen ook vaak in een unit met zicht op de Kuip. En dat maakt met allerlei mensen indruk. Ook als je met allerlei leveranciers zit en met spelers. Elke keer willen ze die deur open doen, elke keer willen ze even staan en elke keer krijg je toch deze reacties. Dus dit is ook, ik kom in veel stadions zakelijk en privé. Maar dit stadion straalt toch veel meer uit dan alle andere stadions die ik gezien heb in ieder geval. Welk stadion, waar ter wereld, je hebt er veel gezien, kan de vergelijking doorstaan? Ja, niet zoveel. Ik vind, ik heb bij Dortmund en bij Liverpool mooie wedstrijden gezien. Ik heb bij Benfica Braga gezien, dat was ook een keer een hectische sfeer. Nou, dan houdt het voor mij wel op. Mensen zeggen wel eens, dan moet je bij Boca Juniors zijn geweest. Nou, daar ben ik nog niet geweest. Maar daar houdt het voor mij wel een klein beetje op hoor. Wat is je favoriete plekje? In dit stadion? Ja, eigenlijk al 9 jaar zit ik op dezelfde plek. Je hebt daar natuurlijk zo'n fantastisch overzicht op al die tribunes, op al die mensen. En ja, dat is eigenlijk wel een beetje het favoriete plekje geworden. Maar wat ook wel mooi is, is op het moment dat je bijvoorbeeld, zoals van de week een interview met Fox en met jullie had over de sikkelcelziekte. Ja, dan sta je even op het veld. En dan voel je helemaal die sfeer. En kort daarvoor loop je door die tunnel heen. Dat is ook zo'n fantastische plek. Dus. We gaan de hele stadiondiscussie niet opnieuw voeren. Dat hebben we al vaak genoeg gedaan. Ja. Toch wil ik naar de toekomst kijken. En dan zeg ik, als dat Feyenoord City nou zo'n geweldig plan is, waarom lukt het dan niet, ook deze keer niet, om iedereen daarachter te krijgen? Nou ja, niet iedereen. Tegenwoordig moeten we denken vooral van de digitale wereld hebben. Dus als een enquête oplevert dat er 80% voor is, 20% tegen, dan zijn dat volgens mij cijfers waar iedereen wat mee kan. En ik denk dat het is ook niet voor iedereen even makkelijk om dat in te zien. Maar ik denk dat, volgens mij was het Adriaan Visser, de wethouder van de week, die dat denk ik voortreffelijk formuleerde. Het is een goed plan. Wat het in zijn integraliteit gewoon scoort. Het is heel goed voor Rotterdam-Zuid, want het is stadsontwikkeling, kansen voor onderwijs, participatie, voor werkgelegenheid. Het is een nieuw stadion waar het mee gaat beginnen en dat wordt dan gelijk het vliegwiel. En het is de herontwikkeling van het oude stadion. Dus 3-in-1. En dat is ook denk ik een heel sterk pakket waarin die 80% blijkbaar wel in gelooft. En die 20% het nog niet weet of niet ziet of niet van overtuigd is. En ja, dat is met dit soort plannen voor mij altijd zo. Er waren discussies over de enquête, hè? Dat besef je wel en dat wil ik je ook meegeven, want dat weet je ook wel dat die discussies er waren. Zo'n Feyenoord City,
Dat kan toch ook wel met een gerenoveerd stadion, of niet? Nee, dat is denk ik, daar heb je het weer. Dat is denk ik uitvoerig al bewezen dat het niet kan. In de eerste plaats is het zo dat dat een hoeveelheid kosten met zich meebrengt. We hebben dat heel nadrukkelijk zitten berekenen. Waardoor je in de exploitatie in de rode cijfers gaat komen. Dat de bedoeling is dat je in dik zwarte cijfers komt om onder andere je salarisbudget te laten groeien. Dat is volstrekt duidelijk dat dat niet haalbaar is. Daarnaast is het zo. Dat zo'n vernieuwbouwstadion wat jij bedoelt, dat kan niet anders dan in 4 jaar tijd. Dat betekent dus dat je die 4 jaar tijd een verminderde capaciteit hebt en juist in die 4 jaar minder inkomsten. Nou, als je jezelf echt in de problemen wil brengen, moet je zoiets doen. Gerard Hoedman zei tijdens de presentatie in het topsportcentrum, dit is een goed plan. En hij zei daarbij, als dit niet lukt, dan moeten we accepteren dat Feyenoord op een lager niveau gaat acteren. Betekent dat dat als het nu niet doorgaat, dat de nieuwe plannen definitief de prullenbak in gaan? Nou, dat van dat goede plan kan me wel herinneren. Dat vinden we met elkaar, hè? Dat vindt de gemeente. Ik bedoel, dat zie je wethouders, ambtenaren, de architect David Gianotte. Dat vinden wij bij Feyenoord, dus we vinden het wel degelijk een goed plan. Die opmerking van in de prullenbak en dan op een laag niveau, dat kan ik me niet herinneren. Dat vroeg ik eraan toe. Dat vroeg jij eraan toe, sorry. Voor je concurrentiepositie, maar dat is hartstikke helder. Voor je concurrentiepositie is het natuurlijk niet goed wanneer dit plan niet door zou gaan. Maar wij geloven daar met elkaar heilig in. En we gaan er heel vol voor de komende weken. Maar mijn vraag was dus, gaan de plannen de prullenbak in als het nu niet doorgaat? Nou, daar ben ik totaal niet mee bezig. Ik vind als je ergens in een plan gelooft, dan ga je er vol voor. En dan ga je niet met doemscenario's zitten denken. 20 april gaat de gemeenteraad stemmen. Durf je in percentages je gevoelens uit te drukken? Ja, ik heb een goed gevoel, maar dan kom ik weer terug op het begin van mijn verhaal. Omdat het gewoon een in zijn integraliteit een goed plan is. Vooral ook voor de stad, dat blijf ik maar benadrukken. Want er zijn maar weinig stadions in Europa neergezet die zo stadsontwikkeling met zich meenemen. En alleen vanuit die reden is het al uniek en daarvoor heb ik er ook veel vertrouwen in. En dan is een percentage? Ja, uiteraard tenminste plus 1, dus altijd positief.